Lekkere invalbeurt, hè? Ja, was gelukkig goed gegaan. Ik ben niet gewend om in te vallen, maar als ik moet invallen, ja, dan vind ik het altijd wel leuk om het verschil te kunnen of mogen maken. De reden dat je op de bank begon dan? Sorry? De reden dat je op de bank begon? Ik heb 2 à 3 weken niet getraind in verband met mijn werk. Ik werk met gehandicapte kinderen. En dat vraagt veel tijd natuurlijk. En ik werk heel vaak heel onregelmatig. Dus dan is dat de keuze of mijn werk uitgevallen. Dan zit je op de bank en dan de eerste helft, dan zie je toch eigenlijk zeker de laatste minuut een bovenliggende partij als Oesgeest. Zit je eigenlijk dan niet te verbijten? Ja, op sommige momenten wel, wanneer we onnodig balverlies leiden en wanneer we onze kansen niet goed benutten. Maar dat maken we wel eens vaker mee in de competitie. Maar het is natuurlijk de kunst om het spelletje te kunnen blijven spelen. En voetballen. Maar dat hebben we vandaag best wel weinig gedaan. Het ging veel via lange bal. Maar ja, soms heb je ook van die wedstrijden. Dus, kijk, natuurlijk, er stond wel een straffe wind. Maar daar heb je allebei mee te maken. Precies, dat klopt. Dat is niet makkelijk voetballen. Maar ja, dan is de kunst om de bal gewoon over de grond te blijven spelen. En de combinatiespel te spelen. Dat was lastig, want Oesgeest heeft hun huiswerk goed gedaan. Ze hebben ons goed vastgezet. En ze hebben het gewoon goed gedaan. Je viel in, je kwam links voor te staan. Is dat jouw een van je favoriete posities? Het is één van mijn favoriete posities inderdaad, ja. Maar ik heb jarenlang daar gespeeld in de jeugd. En ik kan eigenlijk op meerdere posities spelen. En tegenwoordig ben ik gewoon linksback, laatste man. Dat is, Lekker naar je zin bij Aanland of heen? Ja, het is een geweldige volksclub. Met leuke mensen, leuke staf. En omdat hij nou vlakbij staat, zeg je dat misschien, hè? Nee. Maar het is een meneer van Arjan is een goede trainer. En liefde voor het team, voor de club, voor het spel. En daar hou ik van, gewoon van zulke type mensen. 7 punten staan jullie nog los van Oesgeest. Jullie liggen op koers, hè, voor het kampioenschap. Dat is waar. En dat is alleen maar mooi. Maar we moeten niet te blij zijn. Gewoon ons spelletje blijven spelen. Wedstrijden blijven winnen. Zoals hoe we dat nu doen. En als dat zo door blijft gaan, dan zal zeker de schaal of de beker naar ons komen. Ze hebben geen Kool Singelen aan Aanland of heen, maar ze hebben wel wat anders, hè? Zeker weten.